Hallo allemaal, welkom bij weer eens een keer een video over 3D printen. Het heeft even geduurd, maar ja, dat kan gebeuren. Het is druk, het werk, maar ook met de hobby. Bovendien, het project wat ik u vandaag wil laten zien, dat had even wat tijd nodig om geprint te worden. Ik ben zelf altijd een voorstander van mooie objecten. Er zijn veel mensen die willen alleen maar nuttige objecten printen. En dat vind ik prima. Iedereen zijn ding. Maar ik vind 3D-printen, dat fascineert me. En dat is dus niet alleen voor nuttige objecten, vind ik. Maar dat is zoals ik het zie. Maar ook voor leuke zaken. Dit keer heb ik besloten om eens een box te gaan maken. Dit is een Hellraiser box. Maar dat niet alleen. Die box die bestaat eigenlijk uit zes kubussen. Dus die zes vlakken moesten geprint worden, maar dat is niet alles. Ik had al wel wat video's hierover gezien. En met name iemand die daar verlichting in gemaakt had. Nou, en dat is wat ik dus ook gedaan heb. Ik heb om te beginnen die zes vlakken geprint. Witte ondergrond. En de bovenste laag, dat is die Vertigo Galaxy Black die ik heb laten zien in een eerder videootje. Die zes vlakken die moeten in elkaar worden gedrukt en dat is eigenlijk heel erg gemakkelijk. Het enige wat er jammer aan is, is dat er een klein beetje sleuf blijft ontstaan tussen de vlakken. Dus ik heb geprobeerd dat zo dicht mogelijk op elkaar te krijgen door hem ook even echt tussen klemmen te klemmen. Dus dat hij echt goed ingeklemd is. Want wat heb ik namelijk gedaan? Ik heb op de binnenzijde, dat was niet bij het ontwerp inbegrepen, maar de binnenzijde is ongeveer 7 centimeter hoog. Dus de kubus is daar 7 centimeter bij 7 centimeter. En ik heb daar in Tinkercad een heel simpele pilaar gemaakt van 6 centimeter hoog en 2,5 centimeter in diameter. En waarom heb ik dat nou gedaan, lieve mensen? Ik wilde verlichting aanbrengen in deze box. Een tijdje terug al, en ik doe dat wel vaker, heb ik daarvoor LED-verlichting besteld bij AliExpress. Dit zijn strips van een halve meter, met op de achterzijde van die strip zit stickerlijm en een sticker, ja, aftrekvel wat je eraf kunt halen. Daarnaast, ik weet niet of je dat zien kan, maar er zit een afstandsbediening bij. En toen ik deze dingen gekocht heb, en let op hè, ze kosten €1,94. Ja, het is verschrikkelijk. Dus ik heb er toen de tijd gelijk 5 besteld. Gelijk de batterijtjes erbij besteld. Dat kost nog minder. Dat, ik denk 18 cent per stuk of zo. En wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik om die cilinder, die dus binnen in die box zit, heb ik dus die LED-strip heen gewikkeld. Dat paste precies. Dat ging geweldig. Het moeilijkste wat ik toen heb moeten doen, was op een van de hoeken een beetje een gaatje uitfrezen, want deze kabel moet eruit komen. En deze kabel is niks meer en niks minder als een stekker. Als je goed kijkt kun je dat zien. Die stekker gaat daarin. En aan de andere zijde van die stekker, simpelweg USB. En door die USB kan je hem aansluiten op powerbank. Of gewoon op een stekker met USB. En als je dat dan vervolgens aansluit op de stroom, dan heb je dus verlichting in die box zitten. En niet zomaar verlichting. Die verlichting, dat is een hele fraaie verlichting. Want door die afstandsbediening, hij is multicolor, kan je hem laten faden. U zult dat zometeen gaan zien in een video. Of hem één kleur geven. Of stroboscoop effect laten krijgen. Of wat dan ook. Die afstandsbediening heb ik hier liggen. Zometeen zal ik een videootje laten zien hoe het eruit ziet als de lamp werkt in de box. Overigens, ze noemen dit een Hellraiser box. Ik heb geen idee, dat zal een film zijn. Het zegt mij niks, moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik vind de box wel mooi geworden op zich. En je ziet, elke vlak heeft in feite een andere indeling waarbij gezegd moet worden dat de twee tegenoverliggende er steeds ongeveer hetzelfde uitzien.
Door die kabel die eraan zit, staat die natuurlijk niet helemaal lekker op de tafel. En daarvoor heb ik een kubushouder geprint. Die heb ik iets groter gemaakt. Deze heb ik gewoon van Thingiverse gedownload. Ik zal de links allemaal onderaan de video plaatsen. Zowel van de Hellraiser box als van de LED-verlichting. En van de kubushouder. En daarmee kan ik dan heel simpel die kubus plaatsen op een standaard, zodat je een soort van schemerlamp krijgt. Houd er even rekening mee dat als je bij AliExpress van die kabels bestelt of andere dingen, dat dat over het algemeen wel een weekje of zes kan duren voordat het binnen is bij je. Even de printtijd. Per kubuszijde, en dat zijn er natuurlijk zes, moet je even rekenen, want ik heb op een gegeven moment ook echt het tempo moeten verlagen, omdat het anders de oppervlak wat te ruw ging maken. Ongeveer 3 uur voor een vlak, dus dat is 6 keer, dat is 18 uur. Dan de pilaar die erin zit, ongeveer 1,5 uur, dat is op 19,5 uur. En ongeveer 1,5 uur voor die houder, dus zeg ik ongeveer 21 uur. Hard werk voor je printer, maar dan heb je ook wat. Ik ga je zo meteen het videootje laten zien met hoe dit er allemaal uitziet in het donker. Ik wens je alvast heel veel plezier bij het maken ervan, tenminste als je dat gaat doen. Maar in elk geval bij het kijken van deze video en tot de volgende keer. Dag!